Hey, superleuk dat jullie kijken en ik heb voor het eerst sinds tijden een Action Shop blog. Ik had heel veel zin om naar de Action te gaan. Ik zag echt hele toffe make-up voorbij komen op kanalen. En Action is ook gewoon ideaal voor handige dingetjes. Dus deze shop blog is echt een combinatie van leuke items en huishoudelijke items die een beetje saai kunnen zijn. Ik heb alles in deze tas gestopt. En ik ga maar snel beginnen. Ik zal er gelijk bij zeggen, ik heb het in 2 keer afgerekend. En ik heb van de make-up en zo nog wel een bonnetje. Maar van de andere producten heb ik er eigenlijk niet aan gedacht. En daar heb ik nu dus geen bonnetje van. Maar ik weet nog wel ongeveer hoe duur het is, aangezien ik er net vandaan kom. Het eerste wat ik heb gekocht vind ik zo leuk. Het is dit schattige bakje. En hij heeft aan de binnenkant echt een hele mooie print. Ik werd hier gewoon helemaal vrolijk van. En deze is heel erg leuk om blokjes kaas in te doen. Of om chips of zo op tafel te zetten. Ik weet niet, ik werd er gewoon verliefd op. Maar je zou hem ook als enorme yoghurtkom kunnen gebruiken. En deze was, als ik het goed zeg, 4 euro. 3,95, dus niet heel goedkoop. Maar ik vind hem wel echt prachtig. Ze hadden ook nog andere kleurencombinaties en andere printjes. Nou, dan heb ik een trekker, zo noem ik het altijd. Je hebt er vast een charmanter woord voor gekocht. En dit is zo'n hele smalle, omdat wij er nu eentje in de badkamer hebben. Maar die doet het niet zo goed. Dus dan krijg je niet zo goed al het water weg. En dit is, als het goed is, er eentje die echt heel erg strak en heel fijn werkt. En deze was 1,99. En er zit ook nog een systeem bij dat je ergens op kan schroeven. Waardoor je dan gewoon die trekker een vast plekje kan geven. Dus dan kun je hem daarin ophangen. Dan heb ik ook nog een koptelefoon gekocht. En ik kon echt niet kiezen. Ze hadden echt zoveel verschillende soorten. Maar uiteindelijk ben ik voor deze gegaan. En eigenlijk omdat die het duurst was. En ik dacht, de allergoedkoopste. Ik weet niet of dat goed is. Ik moet sowieso de kwaliteit afwachten. Maar ik gebruik het niet om muziek te luisteren. Maar echt om te editen. Omdat ik nu heel vaak oortjes in heb als Marco er ook is. Maar dat is gewoon ook niet zo heel goed voor je oren. En er komen snel bacteriën in en zo. En ik heb daar al een keer gedoe mee gehad met oorsmeer. Vies verhaal. Maar ik dacht, dan kan ik beter dus weer voor een koptelefoon gaan. En deze is met roze. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Vond ik wel heel erg leuk. En deze koptelefoon was 6,95. En hij heeft een snoer van 1,5 meter. Dus dat is op zich ook wel fijn. Dat is ietsje langer dan het vaak is. Het is vaak maar 1 meter. Bij de pennenbakjes zag ik deze 2 hele leuke. Leuke, schattige, kleine, rosé-gouden bakjes. En die zijn dus eigenlijk bedoeld voor pennen. Maar ik zag het gelijk voor me met mijn favoriete liquid lipsticks van het moment. Of met een paar kwasten erin. En ik denk dat dat heel leuk staat op mijn make-up tafeltje. En deze waren 59 cent per stuk. Dus het was maar 1,18 euro bij elkaar. Dan zag ik ook nog een tripod liggen. En dit is er zo eentje met flexibele pootjes die je dus ergens omheen kunt hangen of buigen. Dat zie je ook hier een beetje op het plaatje. Je kan het bijvoorbeeld ergens omheen binden en dan kun je je camera erop bevestigen. Ik moet gelijk erbij zeggen, ik weet nog niet of ik hem durf te gebruiken. Ik ga hem in ieder geval gewoon gebruiken rechtop staan. Maar of ik hem echt ergens aangehangen weet ik niet. Want hij was heel goedkoop en ik wil niet dat mijn camera valt. Ik heb vroeger een keer zo'n tripod gekocht bij de Action. Gewoon een metalen die niks bijzonders had. En toen is dit stukje in mijn camera afgebroken. Dus toen kon ik vervolgens ook geen ander statief er meer onder doen. Dus ja, vandaar dat ik een beetje huiverig ben. Maar ik wilde het toch testen. En als ik het dan leuk vind, dan kan ik een duurdere variant kopen van iets betere kwaliteit. Misschien is die wel goed hoor, maar ik ben gewoon een beetje wantrouwig doordat die zo goedkoop is. Heel interessant, ik heb ook een keukenrolhouder gekocht. Volgens mij was deze onder de euro en die staat nu gewoon bij ons los op het keukenblad. En dat is niet zo handig. Ook heb ik wat schoonmaakdoekjes gekocht. Ik heb toilet cleansing wipes. Vind ik altijd wel handig als je even snel tussendoor wil schoonmaken. En ik heb trouwens ook nog van deze doekjes om je laptop schoon te maken en je toetsenbord gekocht. Want dat wordt ook snel een beetje viezig. En ik merk dat ik dan niet echt een goede product heb om het schoon te maken. Dus dit vind ik dan wel handig. Ook heb ik een nieuwe perforator gekocht. Speciaal voor Marco. Want van onze perforator is dat bakje wat het papier opvangt is kwijt. En dan liggen er wel eens van die rondjes gewoon door het huis verspreid. En dat vindt hij niet zo fijn. Dus ik heb een nieuwe gekocht. Deze was 2 euro. Dan heb ik nog multi-cleaning wipes. Deze zijn ideaal. Kun je bijna voor alles gebruiken. Ik weet dat het waarschijnlijk een stuk beter is om het met alles reiniger te doen. Maar ik vind dit gewoon altijd wel fijn. Dan heb ik nog een lipbalm gekocht. En deze deed me heel erg denken aan de EOS lipbalm. Ze hadden hem in verschillende kleuren en smaken. En dit is de smaak vanilla. En ik vond die mintgroene kleur wel heel leuk. Is dus een soort bolletje. En die was 1 euro. Dan heb ik ook een audiosplitter gekocht. Dit is iets wat Marco en ik al een tijd wilden hebben. We zitten wel eens in de auto en dan heeft hij wel zijn mp3 bij zich.
En dan willen we gewoon dezelfde liedjes tegelijk luisteren. En dan kun je dus deze gebruiken. En dan kun je eigenlijk met meerdere oortelefoontjes vanaf één apparaat muziek luisteren. Dus dat vond ik echt ideaal. En deze was 1,50 als ik het goed heb. Ik wil weer elektrisch gaan tandenpoetsen. En wij hebben nog zo'n Oral-B tandenborstel. Alleen we hebben dus geen nieuwe schone borsteltjes. Dus ik heb van die opzetborsteltjes gekocht bij de Action. Deze zijn niet oorspronkelijk van Oral-B. Maar dit waren ook weer niet de allergoedkoopste. Deze waren 4 euro voor 4. En ik wil eerst even kijken of ik het wel prettig vind. Omdat ik al een hele tijd met een handtandenborstel poets. Dus vandaar leek het me wel handig om het met deze te proberen. En dan heb ik ook nog heel simpel gewoon elastiekjes gekocht. Ik heb niet eens gekeken wat deze kosten, maar ik denk bijna niks. Want dat is gewoon makkelijk als je een zak hebt opengemaakt en je wilt hem dicht doen tussendoor. We hadden geen elastiekjes en dat is nog wel eens onhandig. En dan gaan we over naar de make-up. En daar ben ik heel excited over. Dit is echt het palet wat ik het allermooist eruit vind zien. Dit is het Contour Highlight Foundation Blush Palet. Het is wel poeder, dus foundation snap ik niet helemaal. Ik denk dat ze gewoon gezichtspoeder bedoelen. Ik ga hem eventjes laten zien als ik hem openmaak. Ik heb hem trouwens niet gecontroleerd, dus ik hoop echt, ja, gelukkig. Er zitten geen vieze vingers in. Het ziet er heel, heel, heel mooi uit. Deze twee zijn shimmery en deze blush ook. En die lijkt echt op Rose Gold van Sleek. Mooie contourkleur, warme matte bronzerkleur en een beetje een gele under eye poeder en gewoon een naturel kleur. Wauw, ik ben echt nu al heel, heel, heel blij hiermee. En deze was maar 1,98. Dus als dit een goed palet is, ik vind het ook nog best wel een mooie verpakking. Dan is het echt fantastisch. Ik ga hierna een first impression filmen. En als jullie deze shoplog zien, is die al online of komt die na deze video online. Dus stay tuned. Dan zag ik ook een heel mooi oogschaduwpalet. Ik kende al wel die oogschaduwpalettes met die rechthoekige pens. Maar deze heeft ronde pens en veel meer kleuren. Dit is denk ik een nieuw soort palet, voor mij althans. En dit is in de kleur 02 nu. Ze hebben hem ook met allerlei bijzondere kleurtjes. En die ziet er zo uit. Het zijn vrij kleine pens. Maar het is een hele mooie afwisseling van shimmer en van mat. Best wel iets meer shimmer denk ik. Maar ja, toch een redelijke balans zit daar wel in. En verder zijn het hele natuurlijke kleuren. En ook dit oogschaduwpalet kostte maar 1,98. Nou, ik was natuurlijk ook wel heel erg benieuwd naar de welbekende Bobbi Brown Shimmer Brick Dupe eigenlijk. En dat is deze highlighter met 5 kleurtjes. Ik wilde eigenlijk de roze variant, want ik denk dat deze vrij heftig is bij mij. Maar die hadden ze niet, dus ik heb toch deze bruine meegenomen. En dit is 01 Nude. Heel erg benieuwd naar. Ziet er wel heel tof uit. En die was 1,89. Dus bijna even duur als zo'n heel palet. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar nog steeds een stuk goedkoper dan bij een normale drogisterij. Of zelfs bij een dure drogisterij. Dan heb ik ook de highlighting concealer in nummer 01 Light Beige. De lichtste kleur. Meegenomen. Dus dit zou een oplichtende concealer zijn die dan heel mooi voor onder de ogen moet zijn. Ik moet eerlijk zeggen, deze verpakking vind ik er dan wel echt weer heel goedkoop uitzien. Ik hou daar niet zo van zo'n nude kleurtje. En deze kost 1,49. Ook heb ik een lipproduct meegenomen waar ik wel heel benieuwd naar was. De 2-in-1 Lip Duo Long Lasting Formula in Burgundy Red. En dan heb je aan de ene kant de kleur en aan de andere kant een gloss. En ik weet niet of je dat moet combineren of mag. Geen idee wat het systeem is, maar de kleur ziet er mooi uit en ik was daar wel heel erg benieuwd naar. En deze kost 99 cent en ze hadden echt allerlei kleuren, ook felle kleurtjes en zo. En ik zie nu in één keer ook dat statief er toch op staan en die was dus 2,49. Dan zag ik ook nog een ander soort concealer. Dit is de concealer Natural Look in Light Ivory en dit is zo'n stick concealer. En deze leek mij iets geschikter voor oneffenheden om die weg te werken. En die kost 89 cent. En ik was ook wel heel erg benieuwd naar de Mineral Powder Foundation. Dit is eigenlijk gewoon een losse poeder. Action zet er dan altijd het woord foundation bij als het een gewone gezichtspoeder is. Ik weet niet waarom, maar de kleur is, zoals je ziet, een beetje huidskleurig. Niet geheel wit. 01 Fair. En de laatste tijd zie je heel vaak mensen losse poeders gebruiken. En dat geeft ook wel een heel mooi effect. Vaak oplichtend, dus ik vond het leuk om deze ook mee te nemen om te proberen. En deze mineral powder kost 1,49 en er zit ook een kwastje bij, maar dat ziet er echt heel lelijk uit. En vooral voor deze poeder lijkt het me echt niet geschikt. En dan heb ik nog maar 2 producten. Ik heb ook een mascara meegenomen, wat volgens mij de meest basic mascara is die er is. Ze hadden er maar 1 bij mijn Action en ik wilde voor de look dan toch ook een mascara proberen. Dit is de Volume Boost. Op zich, volume is altijd wel heel erg prima. En deze kost
Even kijken, 99 cent. En dan heb ik ook nog een liquid eyeliner pen meegenomen. Ziet er verpakking er best mooi van uit. Er zat ook een gel liner, maar ik dacht ik wil juist deze wel proberen. Omdat ik dat normaal gezien ook sneller zou pakken. Dus als die fijn is, is dat goed. En deze eyeliner was 1,49. Dus ook wel betaalbaar. Maar ik geloof dat Essence ook wel eyeliners heeft die ongeveer die prijs zijn. Dus ik verwacht er dan nog wel een beetje wat van. Nou, dit is dan alles wat ik bij de Action heb gehaald. Ik ben echt heel blij met mijn aankopen. Mijn favoriete aankopen zijn natuurlijk dit highlight, contour, wat dan ook palet. Ik vind deze er echt super mooi uitzien. En ik ben ook ongelooflijk blij met dit hele schattige kommetje. Echt heel leuk. En ik hoop dat deze koptelefoon een beetje werkt, want dit had ik gewoon echt nodig. Dus nou ja, ik ben heel erg blij en ik ben benieuwd wat jullie leuke aankopen vonden uit de shoplog. Of jullie zelf aanraders hebben van de Action, wat je echt fijne producten vindt, die je daar standaard koopt. Of nou ja, laat het even weten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en dan hoop ik dat jullie weer kijken bij de volgende video. Doei doei!